Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. De nationale voetbalvakbeurs komt er weer aan en BMT-trainer John de Wit is dit seizoen al tevreden met handhaving. Op woensdag 30 november aanstaande is het weer zover. De nationale voetbalvakbeurs in de evenementenhal in Gorinchem. De beurs die geen enkele voetbalbestuurder en sportambtenaar mag missen. Vraag nu al je gratis toegangsbewijs aan. Meer info via haaglandervoetbal.nl. BMT speelde vorig seizoen lang een hoofdrol in de tweede klasse. Het leverde alleen niet het gewenste resultaat op. Dat weet ook trainer John de Wit. Nee, inderdaad. Ja, we hadden nog een periode. Maar na RKDO en wat daar allemaal gebeurde, toen moesten we tegen Laak die week erop of twee weken later. En toen hadden we al die schorsingen. En toen hebben we het niet gered. En het mocht. Het was eigenlijk niet anders. Dus. Trainer John de Wit riep vorig seizoen, toen zijn team een ruime voorsprong had, dat BMT mogelijk al in april kampioen zou zijn. Ja, maar daar wil ik nog wel iets over vertellen inderdaad. Hè? Want jullie zijn toch ook denk ik toch wel voetbalmensen. Als je dus het ene jaar met één punt je net redt in de tweede klasse. En dat jaar daarop roept een gekke trainer. We zijn in april kampioen of in maart. Ja, wie is er dan gek? Ik bedoel jullie of ben ik dat? He, ik bedoel, dus je kan niks meer zeggen. Dus ja, ik zeg nou maar, we redden ons. En redden we ons niet, dan schakelen we gewoon een rechter in. En dan zijn we weer tweede klasse. De tweede klasse C en D waren aanvankelijk ingedeeld dit seizoen. Na een gerechtelijke uitspraak moest de KNVB HVV weer terugplaatsen. En werden de beide klassen opnieuw ingedeeld. Ja, ik denk dat het een vies spelletje is geweest van ook die Westlandse ploegen die met elkaar. En, want het kent toch niet anders. Als je al indelingen hebt, daar HVV bij een van die afdelingen en er is niks aan de hand. Dus er is een spelletje gespeeld. Niet zo leuk voor die Haagse ploegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ook dat is niet anders. We moeten er ook maar mee dealen. De Wit zegt Westlandse ploegen, maar hij bedoelt hier natuurlijk de clubs uit Delft en regio. Ja, Delftse ploegen, ja. Ja, zie je, ik kom maar door de richten, dan weet je nog niet helemaal hoe het in elkaar steekt. Maar ik weet wel één ding, dat het allemaal niet klopt. De BMT-trainer gaat de clubs uit de Delftse regio namelijk wel missen dit seizoen. Ja, ik begon ze net een beetje te leren kennen. En ik moest zeggen, het waren allemaal leuk, hè, net de clubs. En, ik ga ze wel missen inderdaad, ja. BMT speelde afgelopen weekend pas haar eerste competitiewedstrijd. Uit tegen VFC werd het 2-2. Een terechte uitslag? Ja, kijk, als je de wedstrijd al zou gezien hebben qua kansen, hadden wij de drie puntjes kunnen halen. Maar als je dus in de laatste minuut scoort, dan mag je gewoon blij wezen als je ook een punt hebt, toch? Zondag komt Spartaan 20 op bezoek. De Rotterdammers staan op 6 uit 2. BMT moet dus winnen om de aansluiting te behouden. 100% en dan weet je ook gelijk een beetje waar je staat. Hè. Spartaan 20 draai elk jaar gewoon bij de eerste 4-3. Dus als je het hier gewoon goed doet, dan weet je ook ongeveer waar je dit seizoen komt te staan. De Wit zei eerder al dat hij zich met BMT wil handhaven. Maar rekent hij stiekem eigenlijk niet op meer? Nou, nee hoor. Eigenlijk heb ik dat nooit gedaan. En ik zeg elke wedstrijd is er één en elk seizoen is niet dezelfde. En ik heb het moeilijk zat. En natuurlijk hebben wij een aardige tot goede ploeg. Maar want wij hebben tegen Velo gespeeld. En toen zei ik ook al gelijk, Velo gaat heel moeilijk krijgen in de eerste klas. Want Velo vond ik gewoon een zwakke ploeg hebben. Hè, als wij er dan zo tegen speelden. Nou ja, het blijkt ook alweer. Hè, want Velo 2 gespeeld dacht ik ook 0. En kon je ook wel zien. En wij hebben ook een ploeg van, als het even tegen gaat zitten, ja, dan kan je zomaar gewoon bij die onderste. En je weet zelf in de voetballerij dat je bij die onderste en alles net niet. Dan gaat het ook in de kopjes zitten en dan wordt het een heel moeilijk seizoen. Is het team van BMT dan zo veranderd in vergelijking met vorig seizoen? Ja, natuurlijk is die wel gewijzigd. Ik heb natuurlijk Alian ingepast, een A1 speler nog steeds. Dat is een A'tje, maar hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Ik heb hem ook dus opgesteld, heb het ook heel, heel goed gedaan. Hij was toch een van de uitblinkers. En ik vind wel, Ricardo Haas, de Haas die naar ons toe is gekomen. Ja, is toch wel geniet als trainer zijnde. Het is een lastig teringventje. Maar
andere kant het is toch wel geniet ook. Ook op het gebied van de accommodatie en op technisch vlak maakt BMT stappen voorwaarts, wat John de Wit zeer tevreden stemt. Ja, daarom. Het bestuur wat vrij goed in elkaar steekt. Een goede groep mensen. En die zijn niet alleen maar met een eerste bezig, die zijn met de club bezig. En zo hoort het ook, vind ik. En met de jeugdtrainers. Ze willen steeds meer jeugdtrainers met papieren hier hebben. Nou, ik ben erg blij met een Sven Hilligeman, die bij mijn assistent is geworden. Maar ik ben ook verschrikkelijk blij met een Errol Revels, wat de jeugd en waar ik ook veel mee samen werk. Dus op die vlakken is BMT erg goed bezig. Want ik zeg al, dus niet alleen voetbal. Dan gaan ze kijken naar de zonnepanelen voor op dak. Ze zijn al bezig met de nieuwe hal en wc's. Komen nieuwe pui in. Dus ja, ze zijn overal maar wel mee bezig. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.